Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. Vandaag gaan we eens intunen voor tweelingvlammen die in een relatie zijn met een soulmate. Dat kan zijn dat je bijvoorbeeld weet wie je tweelingvlam is, dat je een tweelingvlam ontmoet hebt, maar dat je door een of andere reden besluit om nog niet verder te gaan op dat pad. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld getrouwd bent met een soulmate, terwijl dat jouw tweelingvlam plots aan je deur staat, als het ware, die letterlijk, wat dat ook wel kan, maar kom. Dus de combinaties zijn eindeloos, dus alsjeblieft kijk in hoeverre dat het voor jou van toepassing is en hoe dat het voor jou kan helpen. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een connectie bent met je tweelingvlam en dat er een soulmate opduikt en dat je graag wil weten wat dat daar nu eigenlijk de bedoeling van is. Ik weet ook niet waarover dat de boodschappen gaan gaan. Dus ik laat het ook altijd aan mijn team over om mij te laten leiden wat dat er gaande is. En het eerste wat ik zie is Three of Orbs. Three of Orbs doet mij in dit geval niet denken aan drie personen, drie entiteiten, drie energieën. Dus inderdaad, jij, je tweelingvlam en een soulmate. En het belangrijkste les dat je hier te leren hebt, is om eigenlijk te leren wie dat je bent en om je eigen passie en je eigen vlam letterlijk te gaan volgen. De soulmate die eigenlijk op je pad gekomen is, en zeker als het jij is die een soulmate is en niet zozeer je tweelingvlam, maar dat kan natuurlijk ook, heeft te maken met het verdere uitzuiveren en het verder klaarstomen om klaar te zijn om samen te komen met je tweelingvlam. Want wat krijgen we hier? Divine justice, maar omgekeerd. Dus hoe meer dat jij de vurenkoningin van jezelf wordt, als het ware, hoe meer dat duidelijker gaat worden wat het pad is dat je verder mag gaan lopen. En we zien, ik ben eerst benieuwd naar deze kaart. Three of Crystals. Weer een kaart met drie eenheden. En wat zien we dan? Ace of Crystals en Sage of Challenges. Ik ga ze zo leggen zoals ik voel dat het is. Hè. Kijk, ik voel dat nu dit is. En dat dit hetgeen is waar je eigenlijk mag naar gaan groeien. Want uiteindelijk wil je groeien naar die Trinity. Maar niet de Trinity waarin dat je eigenlijk drie energieën in je leven hebt. Waarin dat je dus jezelf, je tweelingvlam of jouw wederhelft eigenlijk, je zielsconnectie. En dan een soulmate. Waar dat eigenlijk ook een zielsconnectie is, maar natuurlijk van een ander level. En dus je wilt een drie-eenheid, maar niet een drie-eenheid met drie verschillende energieën. Je wilt een drie-eenheid die jou vooruit duwt, die jou omhoog duwt, die jou die onvoorwaardelijke liefde laat gaan voelen. Ik ga even zo, voilà. En dus de bedoeling is dat hoe meer dat jij jouw eigen cup gaat gaan vullen en hoe meer dat je gaat gaan ontdekken wat dat jou blij maakt, wat dat jou diep vervult, hoe meer dat dat eigenlijk jouw volledige nieuwe emotionele en ook in de crystals zijn, het aardeteken heeft te maken met het fysieke, hoe meer dat je ook daar dan eigenlijk een nieuw begin gaat gaan zien in het fysieke. En dat kan zijn dat betekent dat je ergens moet voor weglopen. Maar wat zie ik hier? Nine of Cups omgekeerd. Jij bent nu op dit moment nog veel te veel gefocust op anderen. Waardoor je dus onmogelijk weet wat dat er in jouw beker wil. Je weet niet wat je wil gaan drinken. Je weet niet wat er jou vervult. En dat is hetgeen waar je eigenlijk. Daarom is die soulmeters. Om jou dat verder te helpen uitzoeken, te ontdekken, zuiver te worden. Zodanig dat je inderdaad hier die Queen of Cups, zoals je wordt. En dus eigenlijk die zelf. Dat eigenlijk is jij zelf. Dat jij voor jezelf de beste liefdespartner wordt. Daar gaat het eigenlijk over. En dan ga je leren hoe dat je met alle elementen, water, lucht, aarde, vuur en je ziel, kan gaan jong leren om je wensen aan te trekken. En dan ga je, zoals je hier ziet, heel veel water vallen, heel veel groen, maar dat is dus verbonden met overvloed. Dan ga je veel meer overvloed in je leven gaan aantrekken. Dan gaan we dus nog vier kaarten van het Quantum Tarot deck bijleggen. Om nog meer informatie toe te voegen. Ik vind het mooi om dat te zien. Hier in één kaart, één kaart, één kaart.
Hier ook Queen of Wands, dat zijn hetzelfde als deze kaart. Ah nee, dat zijn de Wands, dat is emoties, dat is te maken met vuur, sorry. Dat is een beetje te enthousiast. Nog twee. Die ging er terug in. De Union kaart. Zo. Eigenlijk is dat de Strength kaart. Bij mij heeft het te maken met Union tussen mannelijke en vrouwelijke energie. En dat is een specifieke kaart dat niet elk deck aan bod komt. Ja, wil je wat fruit schuiven? Voilà. Zodat jullie kunnen volgen over dat ik het heb natuurlijk. En wat zien we? De Chariot. Dus die heeft ook te maken weer opnieuw met succes. Hier zie ik ook succes. Maar het vraagt dus om weg te stappen van hartzeer. Het vraagt om keuzes te maken voor jezelf en weg te stappen van die drie eenheid dat je hier ook weer ziet. En dat gaat ervoor zorgen dat je kan wegstappen van al de dingen die je altijd al gekend hebt en jouw eigen waarden, je normen, de manier waarop jij denkt dat dingen mogen gevuld en gevormd en gemanifesteerd worden, dat ga je dan uiteindelijk manifesteren. En daar gaat eigenlijk ook die eerste kaart over. Die eerste kaart, dat is eigenlijk degene die net na de Fool komt. En de Fool, dat is degene die verbonden is met het onschuld en nieuwe beginnen. Maar kijk, 1 en 1 en hier ook een 1, dat zijn drie eentjes. Drie eentjes, drie enen, drie cijfers, enen, geen enen van de dieren. En die staan ook weer voor nieuw beginnen. Maar het verschil tussen de Fool en de Magier eigenlijk is dat deze kaart erop toont eigenlijk dat hetgeen wat dat tot nu toe onzichtbaar was, dat dat altijd wel zichtbaar en zichtbaar gaat worden. Want het is belangrijk om zelf eerst te kiezen voor wat je wilt. Je wilt zelf eerst die queen worden. Je wilt zelf die onafhankelijkheid worden. Je wilt zelf jezelf gaan vervullen. Jezelf liefde geven. Loskomen van alles wat er in je leven al gaande geweest is. Alles wat eigenlijk jou het leven heeft laten leiden. En hoe meer je daar kunt van wegstappen, hoe meer dat je gaat merken dat je eenheid in jezelf. En uiteindelijk eenheid en connectie en een oneindige wereld met heel veel mogelijkheden gaat vormgeven. Daar gaat hier over. Maar we gaan eerst hier verder kijken. Dus hoe meer dat je leert op welke manier dat je functioneert, wie dat je echt werkelijk bent en alle elementen van ons zijn hier in het fysieke gaat gaan leren gebruiken, hoe meer dat je gaat kunnen wegstappen van het idee en het gevoel dat je een slachtoffer bent. Dat leven. Dat je gewoon dingen moet doen omdat anderen zeggen dat je moet doen. Dat je gewoon geleefd wordt. Dat je gewoon moet meelopen in die rat race. Dat je zelf niks kan bepalen en doen. En hoe meer dat je dus dat gaat gaan doen en mee gaat gaan experimenteren zelfs, hoe meer dat je in die Knight of Wands gaat stappen. Hoe enthousiaster dat je gaat worden. Hoe meer kracht dat je gaat krijgen. Hoe meer focus dat je gaat krijgen. Hoe meer zelfcontrole dat je gaat krijgen. Want je ziet ook het teken van Mars. En dat is hoe. Meer dat jouw mannelijke energie een uitlening gaat zijn met jouw vrouwelijke energie. En dus waardoor je in staat gaat zijn om die dingen echt werkelijk te gaan creëren en gewoon vorm te geven die je echt wilt. En dus al de obstakels die dan eigenlijk op je pad komen, al de struggles, hè, de worstelingen, dan ga je niet meer zien als iets lastig en negatief, maar ga je kunnen zien als creatieve mogelijkheden. Ga je zelf kunnen de vraag stellen van oké, maar ik ben die magier, ik kan creëren wat ik wil. Ik ben geen slachtoffer niet meer. Hè. Ik kan zelf actie nemen en afleiding met mijn ziel. Vandaag ga ik de dingen goed doen. Wat wordt dit probleem, of dit probleem dat ik nu voorsta, wat wordt er nu mee getoond? Wat kan ik hier nu weer uit leren? En deze mindset, dit manier van in het leven staan, gaat ervoor zorgen dat je een nieuw begin in het fysieke gaat gaan creëren. Want jij gaat die Queen of Wands zijn in eenheid in jezelf, vertrouwende op. De dingen die je voelt vanuit jouw hogere zelf, hè, ze steekt hier ook haar handen uit, dat is ook een vrouw, dus een vrouwelijke energie, de maan, de emoties, alles, al die elementen, en hier zie je hier ook weer terug. Maar ze worden nu op dit moment, excuseer, in angst, in overlading, zeg, in actie omgezet en angsten worden losgelaten. Dat was wat ik wou zeggen. Alle angsten, alle oude overtuigingen, die worden allemaal losgelaten. Die worden hier, die zit hier in deze kaart, dat is allemaal losgelaten. Waarom? Omdat dat jou die eenheid in jezelf brengt en uiteindelijk die eenheid in
je connectie. En jouw diepste zielsconnectie. Een connectie waarvan dat je weet van de ander kent mij, de ander ziet mij op zielsniveau en ik hoef me niet uit te leggen. Ik hoef hen geen handleiding te geven, want ze weten er van nature uit. Ze zijn geboren met mijn handleiding als het ware. En dat zorgt voor heel veel, oneindig veel, daarom ook het teken, mogelijkheden. En ik vind het heel mooi om te zien hoe dat je eigenlijk die evolutie in de kaarten ook ziet. Waar je hier het Venus teken hebt met een mannelijke energie, hier een mannelijke teken met een vrouwelijke energie. Dus die combinatie en die eenheid komt hier samen in die oneenigheid. En dat zorgt er weer voor dat je eigenlijk een terecht komt in een hogere vibratie van je wereld, van je realiteit en een nieuwe versie van jezelf met oneindig veel mogelijkheden. Maar het is aan jou de uitdaging en de les om eigenlijk je mind zo te gaan trainen en daar zo'n controle over te krijgen en dan vervolgens ook over je emoties op een goede manier te gaan leren gebruiken, dat je in staat bent om eigenlijk de oneindige echt te gaan omarmen en om echt te gaan leven als een fysiek mens hier op aarde, maar met oneindige mogelijkheden. En dus dat we niet meer constant gebonden zijn aan die beperkingen dat we ons altijd maar gedacht hebben dat eigenlijk ons opgelegd was of dat we dachten dat mogelijk was. Maar zien welke aanbeveling dat we kunnen hebben, maar ik vind het een prachtige reading, echt hoor. Als ik een individuele reading zou willen vragen, dan zou ik dat willen. En wat zien we hier dan? Into me, I see, en healing the heart, ja. Kijk, ook hier is vertaald. Het is belangrijk dat je dieper nog gaat in je healing. Om je hart, je diepste hart te healen. Je kunt geen eenheid creëren met je tweelingvlam. Als er nou altijd een bepaalde reservering is, terughoudendheid is, en het volledig openstellen. En dat kun je alleen maar als je dan binnen gaat. Dat kun je alleen maar als je klaar bent en bereid bent om echt naar binnen te gaan kijken. Via je innerlijke oog. Als je zo, dat is als het ware je oog en dat die mooie, prachtige versie van jezelf, wat je hier kan worden. Dat zit daar te wachten op jou. De antwoorden om hoe je tot dat punt komt, die zitten daar op jou te wachten. Maar dat is aan jou om natuurlijk het nodige te doen, om het werk te doen. En dat gaat jou die vrijheid brengen. Want, kijk, wat krijgen we als kaart? Aartsengel Uriel en Freedom. Dat gaat, wanneer jij al dat innerlijke werk doet, dat gaat jou niet alleen vrijheid krijgen op en die oneindige mogelijkheden op elk vlak van je leven, maar het gaat tegelijkertijd ook een vrijheid krijgen in de connectie die je hebt. In de connectie die je voelt met jouw tweelingvlam, met je diepe zielsconnectie. Voilà, als je nog niet gelooft, deze relatie is een zielsconnectie. Dat is een kaart van een van mijn vier dekken. Orakelkaartdekken, de universele vlammen deel 1. Oeps, dat is niet te veel, maar deze gaan we wel horen. Er is geen scheiding tussen jou en de ander, je bent één. En hoe meer je dat leert, zeker wanneer dat je nog in contact bent met een soulmate, of er komt een soulmate op je pad, weet dat alles wat jij doorheen gaat, je tweelingvlam sowieso voelt. Zo heb ik als tiener heel diep zwaar verdriet ervaren, wat ik eigenlijk niet goed kon toewijzen wat er aan de hand was. Maar dus later, een moment dat mijn tweelingvlam fysiek in mijn leven gekomen is, werd duidelijk dat het was dat ik eigenlijk op dat moment al zijn verdriet voelde. Ook al wisten we op dat moment totaal niet van elkaars bestaan vanaf, laat staan dat we wisten we dat tweelingvlam zijn. Dus wees je daar bewust van. Dat wil ook zeggen, als jij intiem bent met iemand anders en een seksueel contact hebt, dan kan de andere tweelingvlam, afhankelijk van wat je bent in je proces, kan die dat voelen. Ik kan perfect orgasmes van elkaar voelen op afstand. Dus wees daar bewust van en maak bewuste keuzes. Wat wil jij in je leven aantrekken? Wat wil jij ervaren? En blijf vertrouwen op je pad. Blijf luisteren naar wat dat er eigenlijk is. Into me, I see. Wat dat er vanuit jezelf gezegd en getoond wordt. En, voilà, kijk, integreer meer je mannelijke en je vrouwelijke energieën. En van daaruit ga je verder jouw tweelingconnectie of jouw diepe zielsconnectie verder vormgeven. Hey, ik had een nieuw dek getrokken en er zat hier één die nog eens blij zit. Dus, en we gaan dat zeggen. Oké, 3 is het getal van manifestatie. En dat klopt ook, maar niet in de 3 zoals dat we hier al hadden. Niet in de 3 van 3 energieën van
en een zielsconnectie samen? Nee, wel drie in de zin van mannelijke, vrouwelijke energie en de energie van de connectie. En in sommige gevallen, het meeste mooiste voorbeeld is eigenlijk waarbij dat de derde energie, met de derde energie een kind letterlijk wordt gemanifesteerd. Maar dat kan ook van alles zijn, de hele relatie, een business of wat dan ook. Wat krijgen we? Kijk niet naar tijdelijke omstandigheden voor lange termijn keuzes. Dat is een hele goeie. Ik ga er zelfs geen uitleg over geven. Ik wens dat je er gewoon ook over nadenkt voor op welke manier dat dit voor jou van toepassing is. Het grootste geschenk je jezelf kan geven is vrijheid van de mening van anderen. Je hebt een leven te leven, leef het nu. En ook hier, ik denk niet dat er nog veel uitleg nodig is. Het verleden zegt niets over wie je bent, het maakt je enkel sterker. En dat klopt ook, het zijn lessen dat we geleerd hebben. Keuzes dat we toen gemaakt hebben vanuit de versie dat we toen waren. Maar daarom ben je niet die versie nu meer, dus mag je weer nieuwe keuzes maken. En tot slot, liefde is de sleutel tot je succes. Ontgrendel je hart om te ontvangen. Met andere woorden, open je hart om te ontvangen. Zo, ik hoop dat je heel wat gehad hebt aan de video. Als je nog niet geabonneerd bent, zou ik het super fijn vinden als je abonneert. Geef mij ook een likeje als jij in deze situatie zit, want dan weet ik dat dit een thema is dat ik mag blijven doen. Het zou natuurlijk jammer zijn dat ik video's maak en dat er niemand naar kijkt, als het ware. Dus geef mij een likeje, dan weet ik dat dit thema, dus dat er inderdaad tweelingen zijn die nog een soulmate zijn, die me volgen en die op zoek zijn naar informatie en boodschappen. Bovendien, als jij geabonneerd bent op mijn kanaal, dan is het voor mij ook gemakkelijker om met jouw energie te gaan verbinden. En om eigenlijk echt specifieke gerichte boodschappen ook voor jou door te geven. Dus op die manier werken we samen aan jouw groei. Mocht je nog dieper en nog intensiever met mij willen samenwerken, dat kan natuurlijk zeker ook. Op dit moment heb ik 5 plaatjes vrij om mensen op te starten in individuele trajecten. Dus als je daar interesse over hebt, dan stuur mij gerust een mailtje via de website, via de linkjes, een van de linkjes onderaan. En dan gaan we kijken wat dat jij op dat moment nu nodig hebt en op welke manier ik jou verder kan en mag ondersteunen. Zo, dat was het voor nu. Ik wens je alvast een heel fijne dag en tot de volgende. Dag!